Vanaf 30 april startte Eurostar na 2 jaar wachten de treindienst Amsterdam-Londen. Een kleine 3 weken later kunnen reizigers ook in Rotterdam instappen. Daarmee is het vliegtuig een concurrent rijker. Nu nog vliegen 4,2 miljoen mensen per jaar tussen Nederland en Londen. Dat zal de komende 2 à 4 jaar afnemen, denkt onderzoeker Bart Donners van Royal Haskoning DAV. Het wordt zo snel om vanuit Rotterdam of de regio Den Haag, Utrecht naar Londen te reizen dat het eigenlijk niet meer interessant is überhaupt om eerst naar Schiphol te reizen. Daardoor de douane te gaan, dan naar Londen te vliegen en dan een trein te pakken die teruggaat naar Londen. Dat je eigenlijk veel beter die Eurostar kan pakken. Gegeven de voorbeelden die we uit het buitenland kennen, gegeven de bestemmingen waar de Eurostar eerder is op gaan rijden, verwacht ik wel dat er een aantal vluchten van en naar tussen Amsterdam en Londen, dat zal gaan afnemen op termijn. Ook NS International directeur Heike Luiten heeft hoge verwachtingen van de Eurostar. Ze wijst erop dat reizigers de afgelopen 2 jaar al wel rechtstreeks van Londen naar Amsterdam konden. 2 jaar geleden zijn we gestart met een stapsgewijze introductie van de Eurostar. We zien dat tot nu toe al 500.000 reizigers er gebruik van hebben gemaakt. En ik weet zeker dat wanneer vanaf 30 april ook 2 treinen rechtstreeks rijden naar Londen, dat dat weer een enorme groei met zich mee zal brengen. Op veel verbindingen verliest de trein het nu nog van het vliegtuig. Al wijst de NS International directeur erop dat dit lang niet voor alle verbindingen geldt. Ons marktaandeel overigens op een aantal verbindingen is al heel erg hoog. Zeker Parijs, daar vliegt nauwelijks nog iemand op. Daar rijden toch de meeste mensen netjes met de trein. Maar er zijn ook bestemmingen waar de trein veel potentie heeft, maar die nog niet direct bereikbaar zijn. Bijvoorbeeld steden als Lyon, Hamburg en München. Heike Luiten legt uit waarop NS International zich nu focust. Onze primaire focus is wel om de lijnen die we bedienen, of de gebieden die we bedienen, om die te optimaliseren in eerste instantie, voordat we echt verder gelegen bestemmingen erbij zoeken. Maar ook als NS International er nieuwe verbindingen erbij wil zoeken, zijn de mogelijkheden beperkt. Op veel plekken is het spoor al behoorlijk vol. Nederland heeft natuurlijk een druk bereden netwerk, maar dat heeft Duitsland bijvoorbeeld ook. En nou ja, we rijden hier nu door België net Brussel uit, daar is het ook ongelooflijk druk. Dus de mogelijkheden om verder uit te breiden zijn ook niet oneindig, al zouden we dat natuurlijk ontzettend graag willen. Daardoor zal de trein dus niet overal even goed kunnen concurreren met het vliegtuig. Maar naar Londen zijn er dankzij de Eurostar dus wel degelijk kansen. Maar kan NS wel opbieden tegen de stuntprijzen van het vliegtuig? NS wijst op de voordelen van de trein, bijvoorbeeld de lage transferkosten en de verbinding van centrum naar centrum. Een belangrijke taak voor ons is om dat ook goed over te brengen. Dat wanneer je met de trein reist, dat je echt van centrum naar centrum reist. En dat je daarmee gewoon ook meer gemak en minder reistijd hebt en dus ook minder kosten.